Dit hier is het groene goud van de toekomst. Weet je wat het is? Microalgen. Je vindt ze zowel in zoetwater als in zoutwater, zoals meren, vijvers, zeeën en oceanen. Maar waarom zijn ze zo waardevol? Omdat ze heel wat stoffen bevatten die wij in ons dagelijkse leven kunnen gebruiken. Eén daarvan zijn mycosprine-achtige aminozuren, of kort MAA's. Wat zijn mycosporine-achtige aminozuren of MAA's precies? Het zijn UV-absorberende stoffen. Microalgen produceren ze om zichzelf te beschermen tegen zonlicht. Ik hoor je al denken, beschermen tegen zonlicht, dat klinkt interessant. En inderdaad, die MAA's hebben heel wat mogelijke toepassingen, zowel in de cosmetica als in de farmaceutische industrie. Maar er is een probleem. Momenteel hebben we heel veel microalgen nodig om voldoende MAA's te produceren. Want microalgen produceren van nature slechts een kleine hoeveelheid MAA's. Op ILVO willen we dit aanpakken en de productie van MAA's efficiënter maken. Hoe? Door hun concentratie in de microalgen zelf te verhogen. Daarvoor gebruiken we twee technieken. In de eerste plaats kijken we naar de ideale groeiomstandigheden van microalgen. Microalgen hebben een zekere hoeveelheid stress nodig om MAA's te produceren. Door te spelen met licht, temperatuur en voedingsstoffen kunnen we een stresssituatie nabootsen. Zo stimuleren we microalgen om meer MAA's te produceren. In de tweede techniek gaan we aan de microalg zelf sleutelen. Hoe? Door CRISPR-Cas te gebruiken. Met CRISPR-Cas kunnen we een kleine knip maken in het DNA op een specifieke plaats. Het organisme herstelt het zelf, waardoor het DNA verandert. En dit zorgt voor een verhoogde MAA-productie. Maar daar stopt ons onderzoek niet. Deze technieken kunnen we ook gebruiken om andere waardevolle stoffen in microalgen te verhogen, zoals bijvoorbeeld lipiden, die gebruikt kunnen worden om duurzame biobrandstoffen mee te maken. Dankzij dit onderzoek kan ook jij binnenkort genieten van alle voordelen van dit groene goud van de toekomst.